One Minute of Hope. Dit is een bemoediging van Lauren Libby, president van TWR Internationaal. Normaal heeft vakantie genomen. Thuiswerken is de nieuwe standaard. Winkels zijn gesloten, schappen zijn leeg, attractieparken verlaten. En we zijn bezorgd over het welzijn van anderen die lijden. Niets is normaal. Waar kunnen we nog een beetje veiligheid en onderdak vinden? De Bijbel zegt in Psalm 46, bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in de moeilijkheden zaten. Jezus kwam om ons terug tot God te brengen en zijn hulp en veiligheid te ervaren. God houdt van ons en stuurde Jezus om de prijs te betalen, zodat we de mogelijkheid hebben om voor altijd een intieme relatie met hem te hebben. Hoe kan dit? Eenvoudig. Praat met God. Vertel hem dat je de dood van Jezus accepteert als vervanging van de dingen die je verkeerd hebt gedaan, of waarvan je denkt dat deze in tegenspraak met Gods normen waren. Vraag hem om in je te komen wonen en zo je in staat te stellen een leven te beginnen met God als lid van zijn familie. Meer weten over de God van de Bijbel? Kijk op twr.nl.